Ja, het is een dag van successen vandaag. Ik heb mijn sticker terug. Dus dat is de Reddit-groep waarmee dat ik weg was. Maar mijn sticker was in die hoop banden. Het is nog wat weggevallen. Maar ik heb hem terug. Oké, ik ben bezig met mijn winterwielenbanden set. Die daar op een hoop lag. Ben ik aan het monteren. Ik ga die even eerst vastzetten voordat ik verder film. Als het naar beneden dondert. Ja, en dat zijn dus de sensors die we erbij gekregen hebben. Echt in een zakje gewoon. De vriendin is er ondertussen al mee gereden en ik heb updates gehad, dus volgens mij zitten er gewoon sensors in. Maar goed, ja, wat denken die mensen ook? Dat ik die banden er ging afhalen, die ventielen erin steken en die banden er terug op leggen ofzo? En ik ga het niet kunnen zien nu, want ik ben niet aan... Wacht, maar ik kan het wel in de app zien. Die sensors die worden geactiveerd op het moment dat je rijdt, bij beweging, dat was bij de GS ook. Maar als ik in de Mercedes app ga kijken... Ja, kijk, dat zijn gewoon de nummertjes waarop... Ik had ze op 320 gezet. Dat werkt gewoon. Dus, tip, als je een setje... Ja, en de die... Ik ga die terugbrengen en mijn 250 euro kredietnota vragen, een nieuwe factuur vragen. Want het was dus 2500, denk ik, voor de wielen en de banden. En online was het, als ik zo via de bandenwinkels, dan kunnen ze velgen met band opkopen. Dat was het 2000. Nu heb ik tenminste zeker de juiste velgen en BMW kapje. Ah, wanneer zat geen kapje bij? Ik heb mijn kapje overzetten. Oké. Dat ging verrassend makkelijk. Het is echt gewoon... Een plastic kapje. Dat zit er echt wel. Nu is het kapje al vuil. We hebben nog niet meer gereden. Er hangt eigenlijk alleen maar een indicatie van de richting. Ergens zat er een pijltje. Maar ik was iets met die vast te pakken en die andere vast te pakken was ik iets. Ik ga ze maar markeren ook. Maar met ze op te heffen was ik iets anders op het spoor. Nu, dat zijn velgen dat we volgens mij per ongeluk door een fout in de configuratietool op die auto gehad hebben. Hè. Ik blijf erbij, want overal waar je kijkt zijn dat de default velgen van die auto. En ik geef niet om velgen, dus ik heb, je ziet ook aan de staat van die velgen. Maar plus dat ook, dat, het reservewiel is ook effectief zo in, hè. Dat maakt het extra vreemd. Maar ik moet dat voor mijn weegschaal vinden. En dat hangt hier echt 364 dagen per jaar, hangt dat ergens in mijn weg. Maar nu die ene dag per jaar dat ik die nodig heb, zie ik hem niet hangen. Ik heb ze. Ze ligt daar van boven op die twee doosjes, maar daar kan ik niet aan. Hier, daar ligt ze. Hier ze. Dus dat is een origineel. Even een dien wegen. Zo'n nieuw. Dan kom ik op. Ik ga de stickers afhalen, dat eerlijk is. Ja, 28. 2 kilo per wiel extra, dat is 4. Nee, 8. Ik heb al een 4 doen. Er is 8 kilo erbij. Hallo, het is. Is jarig.